Het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, die voert wederom acties. Nou, breekpunt of het actiemodel dat nu gehanteerd wordt, is dat ze buiten de poort zitten, omdat er een schrijven vanuit de leiding van de SBB is gestuurd richting de bond dat de acties niet binnen de terreinen van SBB gevoerd mogen worden. Vandaar dat men buiten een tent heeft opgeslagen van waaruit dan acties worden gevoerd. Waarom deze acties? Daarover spraken wij met Dino Supraien. Hij is de ondervoorzitter van de bond bij SBB. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. We staan hier omdat de directie niet wil dat we naar binnen mogen. De ALV heeft gisteren aangegeven dat ze in actie gaan. En gistermiddag hebben we een schrijven ontvangen. Gistermiddag later dat we niet naar binnen mogen, dus dat we geen acties binnen mogen voeren en dat het no work no pay is. Dus we zitten nu hier eigenlijk noodgedwongen in de felle zon. We hebben een tent kunnen regelen en we wachten op de respons van de leiding. Jullie moeten dus buiten blijven, no work no pay. Jullie zouden dus dan in feite thuis mogen blijven, toch? Dat klopt, maar wij doen dit om aan te tonen dat we eigenlijk ontevreden zijn met hoe zaken gaan rond die CAO. In 2017, toen wij pas werden gekozen als bestuur, hebben we een CAO ingediend in november. En kijk nu hoe lang we bezig zijn, we zijn nog steeds bezig daarmee. Vooral het financieel gedeelte, dus het primaire, de salarissen, speelt nog steeds. En we zijn, wat dat betreft, hebben we wel een goede relatie met de minister. Hij begrijpt het, hij weet waarover het gaat, aanpassingen. Dus hebben we gesprekken daarover gevoerd. U kunt zeggen onderhandelingen. De leiding heeft een bod gedaan. Wij waren niet zo tevreden daarmee, we hebben een tegenbod gedaan. En 16 augustus hebben ze gesproken weer, hebben we gesproken. En daaruit is komen voortvloeien dat de minister heeft gevraagd dat we wat we hebben voorgesteld. Eigenlijk helemaal uiteengezet op papier aan hem geven, zodat hij het verder kan bespreken. En we zijn nu 3 weken verder. Hij heeft wel gevraagd om nog wat ruimte, maar de mensen willen niet meer wachten. Ze willen concrete afspraken hebben. Wat jullie hebben voorgesteld, is dat onredelijk? Is niet onredelijk. Waarom we dat zeggen? Want volgens onze overeenkomsten want u weet, onze salarissen zijn geïndexeerd. Dus we zouden de dagkoers moeten krijgen. Wij zeggen van, weet je, we begrijpen. Het gaat een beetje moeilijk, de financiën. We zijn bereid water in ons wijn te doen. En we zijn bereid minder te vragen dan dat. En dat is ook gebeurd. We hebben de berekeningen gemaakt. De mogelijkheden aangetoond dat het wel kan. En de minister heeft dat alles. Alleen heeft hij meer ruimte nodig om het te verkopen. Maar de leden zeggen nee, we wachten al te lang. Je moet zich voorstellen, vanaf 2015 zitten we hiermee in onze maag. Dus ze zeggen, we kunnen niet langer wachten. Vandaar. En wat is de koers welke bij jullie nu gehanteerd wordt? 3,35. Dat is vanaf 2015 zo. Dus wij worden steeds betaald op basis van een koers van 3,35. En wat vonden jullie redelijk? dat laat ik even in het midden. Maar het is wel veel minder of minder dan de geldende dagkoers. En wat jullie hebben voorgesteld en wat de minister nu aangeeft, is hij ook minder dan wat jullie gevraagd hebben? Ja, hij is minder dan wat we gevraagd hebben. Ja. Dus, dus vandaar dat we niet daarmee konden leven en hebben wij dan voorstellen gedaan. Goed gebackt hoor. Dus we hebben gewerkt met de cijfers van SBB en op basis daarvan hebben we voorstellen gedaan. Ja. Maar nu is het dag 2 van de acties. Ja. Merkt u wat beweging? Nee, vanuit de leiding geen beweging. We hebben gisteren een schrijven gehad, maar het was meer een schrijven waarin wordt aangegeven no work, no pay. En dat men niet had verwacht dat we zouden staken. En 2 andere schrijven van dus dat we buiten moeten blijven.
en dat no work no pay vandaag ingaat. That's it. Voor de rest hebben we niets meer gehoord. Ja. En wie maakt niet hier de directie uit? Want de vorige directeur die heeft vanwege studie bedankt. Ja, dat klopt. De vorige directeur heeft bedankt vanwege studie. De huidige waarnemend directeur is de heer René Sommepauwero. En valt het met hem te praten, te communiceren? Hoe is de communicatie tussen jullie en hem? Dus de communicatie is zeer goed, omdat meneer Sommepauwero iemand is vanuit SBB zelf. Hij heeft 20 jaar dient hij hier. Dus de communicatie is goed, dus vandaar dat we ook verrast waren met de twee brieven dat we niet binnen mogen en dat het no work no pay is. Dus ja. Ja. Maar zijn er nog personeelsleden binnen? Hebben anderen toch wel besloten om normaal te werken? Niet leden zijn binnen en je hebt een paar leden die hebben besloten om wel te werken. Ja. Maar wij laten het aan hun over. Uiteindelijk zijn we geen, we bepalen niet alles, de mensen hebben eigen wil. Dus een paar, maar niet veel hoor. Ik denk een stuk of 10 zijn binnen die ook meewerken. En zijn dit alle leden hier en aan de overkant? Nou, we hebben nog een paar, maar die zijn vanwege andere omstandigheden, ziekte of zo, niet hier. Maar ja, dit zijn de meeste leden, ja. Ja. En gesprekken die verder gevoerd moeten worden, of met de minister, hoe zit het daarmee? Wij hebben nog niets begrepen. De minister weet dat we in actie zijn. We hebben hem gisteren geschreven. Dus men weet alles, dus, maar tot nu toe geen reactie gehad. En het actiemodel is hier zitten tot hoe laat? Ik denk dat we hier zitten tot misschien 12 uur. Dan gaan we naar ons... we noemen dat ons actiecentrum. En morgen hebben we dan weer een ander actiemodel. Yes. Maar wie zou hierin nu moeten ingrijpen, heer Supraya? Nou, het zou misschien al kunnen beginnen bij de directie. Dat ze ons roepen, uitnodigen voor een gesprek. En dat we kijken waar we elkaar kunnen vinden. En dan gaan we verder. Maar we hebben niets gehoord. De poorten, zoals u ziet, zijn dicht. U ziet dat Mozart ook prominenter aanwezig is, dus men verwacht dat we hier tekeer gaan. Maar u ziet hoe we hier zijn, we zijn vredig hier. En ik moet ook zeggen hoor, we hadden collega's die niet door hadden dat ze niet naar binnen mochten, bijvoorbeeld. Omdat we de brief of tegen 4 uur hadden gehad en iedereen was al weg. En ze beginnen vroeg, dus zij waren al binnen. En vanmorgen werden ze door een onderdirecteur naar buiten gejaagd eigenlijk. Van hé, dus ben toch in actie, ga naar buiten. En dat vinden we jammer, omdat wij SBB'ers blijven. We zijn het misschien niet eens over alles, maar at the end of the day moeten we het samen doen. Dus wij zijn geen vijanden, we zijn juist mensen die opkomen voor belangen van iedereen. En als we zo met elkaar omgaan, ja, dan vraag je je af. Dus dat vond ik wel een beetje minder. Maar ja, we blijven in de rust. We blijven gaan voor een gezonde organisatie. Zal de relatie tussen de bond en de huidige waarnemend directeur veranderen? Want u zei, ik klonk een beetje verrast, ja, door juist van de directie uit een schrijven te krijgen dat jullie buiten de poorten de actie moeten voeren. Ja. Zal dat nu de relatie tussen de bond en de waarnemend directeur enigszins doen veranderen? Nee, ik denk het niet. Omdat we, net als wat ik zei, kijk, we zijn geen vijanden van elkaar. Hij zal zijn reden hebben gehad. Maar we zullen hem natuurlijk vragen wat de reden is, want als eigenlijk geboren en getogen SBB'er hadden we toch een beetje anders verwacht. Maar niet dat de relatie gaat veranderen hoor. We blijven praten en omdat die organisatie een mooie dynamische organisatie is. En ik geloof dat als we werken naar verzelfstandiging tot een instituut, dat het nog beter wordt. En daar heb je all hands on deck nodig. Dus nu kunnen we ons eigenlijk een slechte relatie niet permitteren. Wat heeft de vorige directeur voor jullie betekend? Oh, de vorige directeur, ik moet zeggen, het was... natuurlijk, we hebben veel gevochten. Maar dat hoort in elke relatie. Soms veel, soms minder. Maar hij had toch wel een visie. En hij had toch wel een richting. Dus... hij was wel iemand waarmee je kon praten, maar alleen het enige probleem was onze relatie. Dat ging niet zo goed, maar hij heeft ook vanaf het begin gezegd dat hij niet zoveel ervaring heeft met bonden. Dus
We nemen hem dat ook niet kwalijk, dus dat die relatie op bepaalde momenten stroef liep. Maar daarbuiten toch, daarnaast toch een goede relatie. En kunnen jullie de richting van de waarnemend directeur volgen? We hebben een paar gesprekken gevoerd en we zien ook welke richting hij op wil. Hij wil ook vooruitgang van die organisatie en wij zijn all for that, dus dat is erin. Dus daarom dat ik zeg dat we toch een beetje verrast waren met buiten blijven en dat soort dingen, omdat dat eigenlijk die sfeer niet helpt, maar verergert. Wat zijn de directe gevolgen voor de economie van Suriname met jullie staking? Doordat alle posten gesloten zijn, is er geen controle. De exporten kunnen niet doorgaan, want de afdeling exporten is gesloten. Stuffen kan ook niet gebeuren, want de mensen die keuringen doen, zijn ook in actie. Er komen dan veel minder financiële middelen binnen voor het land. Wat wij ook jammer vinden, maar we kunnen niet anders. U zegt, jullie zijn vanaf 2015 bezig. Dus dat betekent dat jullie steeds water in de wijn hebben moeten doen? Dat klopt. We hebben steeds water in de wijn moeten doen. We hebben, en dat zei ik vanmorgen aan mijn collega's. Ik zeg, wij geven 100%. Al die tijd hebben we 100% gegeven voor eigenlijk 30% van onze salaris. Voor wat we eigenlijk zouden moeten krijgen. Maar men heeft nooit geklaagd. Maar op den duur gaat het aan je knagen, want je hebt kosten, de koers gaat omhoog en je hebt ook soms maatregelen vanuit de leiding die dat ding verergeren. Want je vraagt van me, maar je geeft me niet. Dus maatregelen die, zoals? Nou, dus vanuit, je hebt maatregelen zoals, het zijn soms simpele dingen, maar je vraagt je af, kan het niet anders of op een ander moment? En, want dat helpt de situatie niet. We zitten al een beetje in een gespannen situatie. En dan komen er steeds dingen erbij. Dus, en het zijn een beetje zaken die niet populair zijn. Want wij zijn voor orde en structuur. Maar soms moet je rekening houden met de werknemer. Hoe zit het met de motivatie onder het personeel? Om te staken of overal? Nee, overal, ja. Ja, men is gedemotiveerd. Omdat... Toen we werden geconfronteerd, hebben we toch gezegd, we brengen de offers om voorlopig even zo door te gaan. Want toen werden we bedreigd door de vorige minister, dat als we meer willen, hij de tent zou sluiten. Dus we zijn doorgegaan, we hebben gegeven. En uiteindelijk komen dan die maatregelen waarvan je denkt van, we geven al en dan kom je met zoiets op ons. Dus dat zeg ik, dus die dingen hebben echt niet geholpen, waren ook die motivatie te merken is bij het personeel. En u ziet het ook. Alhoewel de mensen weten dat het no work, no pay is. Deze moeilijke tijd. Schooldingen moeten gekocht worden. Zijn ze toch in actie. Dus dat geeft aan dat ze het wachten zat zijn. En deze behandeling ook.